Solidariteit is belangrijk. Hoe verbinden we al die individuen nog tot een groter geheel? Daar zie ik dat onze samenleving voor een stuk een beetje in vastloopt. En dat is een probleem in onze maatschappij. Als je dat goed aanpakt, dan zijn er wel mogelijkheden. Wij zijn allemaal gewoon debielen die in de donker aan het testen zijn. Dat is wel heel veel waard, wat we hier hebben. Dat is echt wat telt. Come on, we gaan ervoor. Ik vind het wel een interessante stelling wat gemaakt. Hè. Sociale zekerheid wordt ondergefinancierd door al die optimalisaties die we zoeken, door een aantal beperkingen. Klinkt ja, mooi. Eigenlijk moet je daar nog eens aan koppelen. Want als je zegt van, als we willen dat de mensen meer loon overhouden, dat is de finaliteit. Voilà, de bruto-netto discussie. Ja, voilà. Als je wilt dat de mensen meer overhouden netto van hun bruto loon, dan zou je eigenlijk moeten gaan naar een zeer brede fiscale hervorming. Ja. De fiscale hervorming, laat ik eerst even uitleggen voor de luisteraar. Uw loon wordt bruto uitbetaald. Je hebt uw bruto loon. Het eerste wat er vanaf gaat, is de RSZ, 13,07%. Mm-hmm. Datgene wat overblijft, is het netto belastbaar inkomen. Het netto belastbaar inkomen, daar wordt dan op basis van hoe hoog uw inkomen is, de belastingsschaal op toegepast. En dus betaal je X, Y of Z aan bedrijfsverheffing van dat loon. Datgene wat je daarvan overhoudt, is je netto loon. Ja. Je merkt dat die belastingsdruk enorm hoog is. Mm-hmm. Ja? En dan is de vraag... Zeker bij de hogere lonen. Hè? Ja, zeker bij de hogere lonen. Je weet dat we werken met een progressieve belastingsschaal. En je zit aan de belastingsschijf van 50% vanaf 41.720 euro. Iets daar rond. Wat is de laagste? De laagste is 25%. Ja. Dus 25, 40, 45... Het is een belastingvrije som ook, vind ik. Ja, de belastingvrije som. Maar dus 25%, 40, 45 en 50. Ja, ja. Vroeger zat daar 30%. Ja, die heeft de vorige regering, Michel, eruit gehaald. Ja. Goed. Maar wat we zouden eigenlijk moeten doen, is de grenzen van die belastingschalen eigenlijk opschuiven. Opschuiven. Dat je zegt van, niet vanaf 41.000 in de 50, maar vanaf 60.000 in de 50. Ja. Dat je vanaf, om de laagste lonen maximaal te renderen, dat die het meeste kunnen overhouden, omdat die natuurlijk in de shit zit. Ik bedoel, met een laag loon... Dan is geprorateerd alles duurder, dan is het leven gewoon duurder. Ja, als je met een laag loon zit je in de 25% en dan nog is het leven duur, ja, zorg dan dat die... minder snel in die 25% terechtkomen door de belastingvrije som eigenlijk op te trekken naar 15.000 euro. Ja. Snapte? Dus dat je dan zegt van oké, 15.000 euro, ça va. En dan heb je nog de forfaitaire beroepskost die je kunt verdubbelen als je als maatregel. Dat is vooral duidelijkheid. De forfaitaire beroepskost is alleen van toepassing op mensen die werken. Niet op mensen die van een uitkering leven. Mm-hmm. Dus daar is je kunt dat gebruiken als tool om te zeggen van, om werkende mensen juist een extra voordeel te voorzien. Ja, ja, ja. Dus dat is je snel een hek wilde zeggen. Ja, dus er zijn heel veel dingen die perfect haalbaar zijn. En het strafste is, als jij het fiscaal plan ziet van Open VLD jongeren, dat zou eigenlijk vandaag op morgen moeten ingediend worden. Waarom? Daar zit alles in. Okay. Daar zit alles in. Maar ik kom misschien even... En toch is het er niet gekomen. En dat is nog het allerstrafste. Het is wel voorgesteld geweest en gewoon niet goed. Er is heel veel... Maar dat is een politicoloog die dan... Wat heeft men dan gedaan? Men heeft... Wacht, maar ik wil heel even nog teruggaan. Want het is een goede voorstel dat er niet is doorgeraakt. Super, gewoon direct op inzoomen. Maar je zei voornamelijk, sociale zekerheid wordt ondergefinancierd. Ja. Maar wat ik hoor is dat we de bruto lonen iets minder gaan belasten. Dus wordt het dan hier nog meer ondergefinancierd? Nee, dus als je de bruto lonen, als je met een cafetariaplan zit, dan krijg je korting op de RSZ. Okay, dus al die dag, je betaalt geen RSZ op de cafetariaplannen. Ja. Begrijp je? Dus die 13... In het nieuwe systeem, stel dat team van VLD, daar blijft een RSZ wel hetzelfde dan altijd. Daar wordt niet aangeraakt, of ook wel... In het belastingsvoorstel van Open Jong VLD, dat staat los van de RSZ. Ah, voilà. Dus je kunt de RSZ behouden, maar... Dat is momenteel ook onvoldoende, hè? Dus in zekere mate naar pensioenen toe. Wacht even. Je kunt de RSZ behouden op 13,07%, geen probleem, maar het gros van wat je betaalt is natuurlijk bedrijfsverheffing. Ja, en dat zou slinken. Dat heeft niks te maken met de sociale zekerheid. Nee, dat zou slinken en dat wil dan zeggen dat je sociale zekerheid wel gefinancierd geraakt. Ja? Ja. En dat het inkomen, het beschikbaar inkomen van de mensen, dat natuurlijk stijgt. Want je houdt meer netto over van je inkomen dan anders.
Wat heb je daar dan voor nodig? Wat moet je daar dan voor doen? Wel, de Hoge Raad van Financiën heeft in 2016 een heel interessant rapport uitgebracht. Dat was toen over de gevolgen van de verlaging van de vennootschapsbelasting. We zitten in de regering Michel. Die is er ook doorgekomen. Hè. Men heeft die verlaagd. Men heeft toen de berekening gedaan, de verlaging naar 25% en de verlaging naar 20%. Telkens kwam men uit van, oké, als jij budgetair neutraal wil zeggen, we zitten evenwel in de shit van voor, vandaag, als na de hervorming. Mm-hmm. Dus dat was al een probleem, hè, budgetair voor de hervorming. Maar we willen niet dieper in de shit geraken, na de hervorming, als we dit doen. Want als je minder inkomsten... Dat is een goede stap 1. Stap naar de overheid. Als je minder inkomsten gaat genereren, per definitie gaat je schuld groeien. Mm. Omdat je nog altijd met dezelfde uitgavenposten zit. Uiteraard, ja. Goed. Wat heeft die Hoge Raad van Financiën gezegd? Je moet onmiskenbaar moet je 2 dingen doen. 1. Een algehele verbreding van de belastbare basis wil zeggen... Andere inkomsten die niet belast worden, bijvoorbeeld huurinkomsten, in België zijn die niet belastbaar, die zou je dan eigenlijk gaan moeten gaan beginnen belasten. Daar staat niet bij met hoeveel, hè, maar staat gewoon, je moet nieuwe bronnen van inkomsten gaan zoeken. Of de verkoop van aandelen met meerwaarde. Dat zijn allemaal dingen. Dus uit de aandelen haalt je nu dividenden. Dividenden worden belast tegen onroerende voorheffing 30%. Dus... En je ziet dan dat daar dat de meeste bronnen van inkomen uit kapitaal, dat er een percentage voor bestaat. Eigenlijk zou je moeten gaan naar een systeem van een vlaktax voor alle vormen, uniforme vlaktax voor alle vormen van inkomen uit kapitaal.